Ja, natuurlijk, Fischie hier weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van de Sharpshooter 25-50 serie. Ik had het vorige keer opgenomen, maar er is wat gebeurd met mijn gameplay. Dat is geglitst en weet ik veel wat voor dingen er allemaal gebeurd zijn. Dit was een headshot dat ik tegenkreeg, dat ik dacht van, nou ja, zal. Maar het probleem is ja dat ik dus de gameplay niet meer heb van eentje. En ik had won er één en eentje verloren. Nou had ik toch, op zich heb ik toch al bijna de serie voltooid. En ja, dacht ik zelf, nou weet je wat, fuck it allemaal. We gaan deze gewoon opnieuw opnemen. Ik had dus vorige keer dus eentje gewonnen en eentje, verloren. Die hebben jullie dus niet gezien, maar... Maar dat maakt niet zo uit, weet je, voor deze serie. Ik ga toch hartstikke goed. Ja, ik heb toch heel veel kans om het te gaan halen. Dit is aflevering nummer 16, als ik het goed heb. En op dit moment staat het dus... op 22 om 6. Lekker, Chris. Dat was een lekkere dead. Nou. Zo. Wat is dit dan weer? Een val. Jezus! Chrisje. Headshot weer tegen. What the fuck? Nou. Kijk, we kunnen hier ook een beetje heel spotten. Dat zal Remco wel heel leuk vinden als ik dat zeg. What the fuck? Nou ja. Oh, lek. Oh, wat lekker om te zeggen. Ik vind lek ook een lekker woord, jongen. Het lek is een lekker woord. Lekker woord. Lekkere woord. Hé! Hey! Wat een spawn. Wat een spawn. Even kijken. Is het een try-ding? Nee, is het een reflex alleen op. Dus geen tri-ding. Oh. Lekker, ik ben echt takken slecht in een... Wat? Had ik die andere achter gekild? What the fuck? Het is echt... nou, het zal wel. Weet je, het zal wel. Even een melee kill. Fuck it. En een pistol. Kut. Blijf doodgaan. Blijf doodgaan, jongen. Ja, kut, sorry. Ai. Pistolen. Hé, ja. Ik moet trouwens 2 winnen nog. Dus dan heb ik de serie voltooid. Oh, dus ik heb 23-7 trouwens. Ik had het hier opgeschreven. 23-7. Staat ook altijd in de beschrijving. Ah, Chrisje. Kom op dan. Pisteltjes zijn altijd wel van die kutdingetjes, weet je? Dat, weet niet. Ik vind het een kut. Oké, wat krijgen we nu? Een Hemner. Oh, dat... Wat? What the fuck? Ik zit trouwens wel goed voor de webcam, hè? Want als ik een of andere aidslayer ben die in de hoeken zit van de webcam. Nou, valt mee, vind ik. Valt mee. Nou, dat is 1. Dat is 2. Dat is mooi. Kijk of hij naar beneden komt, die gast. Durft hij het aan? Oei. Ah ja, waarom ga ik weer terug? Hè? Eigenlijk moet je gewoon terug gaan bewegen. En dan fuck it, weet je. Laat die kill maar lekker zitten. Laat die kill maar lekker zitten, hè. Oké, volgende wapen. De Vector. Vector is een van mijn favoriete wapens in de game. Wow. Oei. Oké, nice. Een beetje headlitsen, maar dat gaat niet goed komen. Oké.
Oh nee, nee, mijn kill is gestolen. Waar zit hij? Daar. Even opletten. Oh, ik win wel. Maar ik moet wel even opletten. 31 om 15. Nou, dat is op zich wel goed. Wat die rings ook trouwens. Drie splitkinders in de game. Oké. Morbius 2003. Hoe oud ben je dan? Dan ben je 12. Ja. Ja. Toen ik 12 was. Wat dat deed ik toen 12 was? Dat was in 1992. Holy shit. Dus zeg maar 11 jaar voordat hij werd geboren. Toen was ik al 12. Damn. Zegt het wat over, eigenlijk over de game? Of zegt het wat meer over mij? Misschien beide. Het zal, ik denk dat het aan beide ligt. Ja toch? Wat gaan we doen? Carrier. Nou weet je wat, doen we een carrier voor de afwisseling. Dus ik heb nog eentje nodig. Ga ik het halen, dit potje? Oh, gaan we zien. Ik ben benieuwd. We gaan nu kijken. En anders moet je het trouwens wel even achterlaten. Misschien moet ik het ook in een andere game mode gaan doen of zo. Weet je, laat het achter, zou ik zeggen. Bij de comments van Chris, wat je moet dit en dit gaan doen. En anders, ja. Gaan we nog even door natuurlijk, als ik deze niet haal. Moet even eentje weer erbij krijgen. Oh, we gaan gemerged worden. Naar Nooktown. Oké. Nou. Let's go. Nooktown is echt wel een map. Je moet je echt concentreren. En goed, de spons in de gaten houden natuurlijk. Want ze spawnen gewoon echt naast je. Oh, pistols. Ik ben geen host. Roos Formel 9775. Echt een van de beste gamertests die je kan bedenken. Die is de host. We gaan even naartoe. Wow, één kogeltje. En ik had hem al. Dat is heel slecht, Chris. Maar ik moet ook een gokje nemen. Oh, kijk, dat bedoel ik dus. Achter je spawnt er eentje. Hoe kun je daar nou rekening mee houden? Daar kun je toch geen rekening mee houden? Ja. Ja, ik moet maar doorlopen. Ja, wat moet ik anders? Ja, toch? Moet toch doorlopen, want ja. What the fuck? Dat meen je niet. Dus iemand spawnt daar en daarna spawnt er nog eentje. Let's go. Kills gestolen. Kill steal, bitch. Even wegwezen hier. Ik ben zo slecht met die pistols. Moet goed concentreren hoor. Come on. Nee. Niet waar, zo'n Italiaan die ineens... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lek. Oh nee, nee, kijk eens. Oh, ik ga dood door die fucking lag. Hallo, laggy. Oh, oh, ja. Waarom wordt een of andere gast uit Thailand of zo, die wordt de host? Ja, dat is toch ook niet handig, jongens. Als Thailand de host. Ach. Het ergste is altijd als je een killetje wil maken en dat ze dan twee mensen... Achter... Dat is heel slecht, Chris. Twee mensen, dan, tenminste, jij wil een kill maken en dan... Dubbel kill bijvoorbeeld. Ah, godverdomme. Gaat het slecht. Oké, oh nee hè. Leggen met knife leggen. Waar zitten ze? Fuck jou. Ik ga weg hier. Waar ben je? Yes, 2. 3. Ik moet trouwens die gouden knife nog hebben, jongen. En moet ik 5 knife kills op een rij... Huh? Waar ben je? Nou, wat een bullshit.
5 Nightkills op een rij hebben voor goud te halen. Een blok thirsty. Godverdomme. Maar voor mij heb ik er een paar al. Lekker gespawnd, jongen. Spawn jij ook daar lekker, jongen. Ja. Pure aids. Jezus, mensen. Die spons. Nee, nee. Ja. Ik heb direct impact. Ja, dat slaat helemaal nergens. Ik kreeg direct impact granaten. Ze ontplofte niet, zeg maar. Ja. Kijk, dit moet ik hebben. En ik krijg dus direct impact. Tenminste, direct impact granaten. Ja, dat klinkt misschien stom te zeggen, maar dan krijg je dus. Van die, hoe heet ik weer? Van die dingen. Van die. Ja, daar is er gewoon niks aan doen. Ze gaan dan doorrollen, zeg maar. Yo! Yo! If you can't win, blame the lag. Maar ja, de lag is wel erg real hoor, nu. Ik vind hem wel real. Ik vind hem wel heel erg real. Kom maar, spawn je hier nog? Nee, je spawnt hier niet. Niet hier gespawnt. Nee, zo, niemand spawnt daar. Oh! Ben ik nou uiteindelijk geholpen of niet? Please, please, please. Oh my god. Oh! Ja! Oh my god. Nee! Achter die muur! Die muur is van beton, hè? Kom op nou, jongens. Maar ja, ik heb wel een winst, overwinning. Ik heb hem gewonnen. Ik heb hem gehaald. Ik heb het voor elkaar. Oh, dat is een lekkere. Hé. Hey. Hé. Hey. Hm. Yep. En we maken nog een keertje. 540 punten. Om het mee af te sluiten. De serie is voltooid. We hebben dus de serie voltooid in 16 afleveringen. Nou, dat heb ik eigenlijk wel, vind ik goed gedaan. 16 afleveringen terwijl ik 25 had voorstaan. 320 bonuspunten. Met lek. Met lek. Met lek. Maar ja. Oké, nou, laat even achter, zou ik zeggen, bij de comments van, hey, Chris, doe deze serie bijvoorbeeld met sharpshooter, of doe dit en dit met gun game, of doe dit en dit met sticks en fucking stones, of weet ik veel wat. In One in the Chamber doe ik niet, moet ik eerlijk zeggen, vind ik wat te saai. Ik ga misschien een keertje random uploaden, maar ik vind One in the Chamber echt heel erg saai. Maar sticks en stones zo, of met sharpshooter, of met gun game, laat achter, laat de serie achter, en dan ga ik het doen. Jongens, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer, en bye bye.